De prijzen van winkels of de prijzen van goederen in winkels blijven de pan uitvliegen. De consumentenkring heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor deze onhoudbare stijgingen. In de media wordt gezegd dat de importeurs en distributeurs verantwoordelijk zijn voor deze situatie. Woordvoerder Arun Hindori van het platform Levensmiddelenimporteurs Suriname ontkent dit. Volgens hem is de hoge wisselkoers van 15 SRD voor 1 US dollar de boosdoener. Daarmee wordt er dus gerekend, omdat uiteraard onze leveranciers betaald moeten worden. Dat zijn de leveranciers in het buitenland. En die moeten in euro's of in dollars betaald worden. En helaas is die koers best hoog. En daar komen we dus ontkomen niet aan om die koers te gebruiken. Vandaar dat de prijzen een stuk hoger zijn. Het is dus wel zo dat de koers een tijdje geleden, een paar weken geleden, weer een stuk hoger was. En die dus nu naar beneden is gekomen, rond de 15, maar nog niet omlaag gaat. Dus wij wachten het rustig af. Maar kortom, de prijzen zijn gebaseerd op de koers waarvoor wij vreemde valuta bij de cambiohouders kunnen kopen. Sommige mensen moesten zelfs 20 betalen voor hun valuta. Dus je kan best hebben dat er producten zijn geïmporteerd die op die hoge koers op de schappen liggen. Maar dat zal wel een stuk teruggebracht moeten zijn. Omdat die producten natuurlijk niet verkocht worden en die daardoor op de schappen blijven liggen en er goedkopere dollars ter beschikking zijn, waardoor de importeurs dus nu wel goedkopere kunnen importeren. Volgens de woordvoerder Hindori zal de komende regering moeten werken aan een stabiele wisselkoers, alvorens er gesproken kan worden over verlaagde prijzen in de winkels. Hindori vindt ook dat importeurs makkelijker aan Amerikaanse dollars moeten kunnen komen wanneer het nodig is. Hij refereert aan de periode van de valutawet, waar het moeilijk was om aan goedkope dollars te komen tegen de koers van 7,52 SRD die de Centrale Bank van Suriname had vastgesteld. Dat er niet geïmporteerd kon worden omdat je de leverancier niet kon betalen, omdat je nog bij de cambio's aan dollars kan komen, nog bij de banken, die hadden geen dollars of hebben nog steeds geen dollars ter beschikking voor de importen. Ook niet van de essentiële goederen, waardoor er een schaarste is ontstaan, omdat er een aantal importeurs gezegd hebben, dan kan ik niet meer importeren. Dus zo zijn er een aantal producten niet meer geïmporteerd. En het zijn zelfs basisproducten zoals aardappelen, uien, suiker, zelfs de kippenboten werden minder geïmporteerd, omdat er geen dollars ter beschikking waren om de leveranciers te betalen. En de leveranciers, die geven wel wat krediet, maar die kunnen niet blijven wachten op hun uitstaande facturen. Dus op een gegeven moment kan je niet meer importeren. Dus er is dan een soort van een schaarste ontstaan voor bepaalde producten. En dat leidt dan automatisch tot hogere prijzen, omdat mensen, je creëert dan tussenhandelaren die producten opkopen en dan weer doorverkopen, omdat het schaars is. Dus dat kan er ook mee te maken hebben dat producten duurder zijn geprijsd. Maar dat stuk is na de opschorting van de valutawet is dat weer teruggekomen. De koers is ook weer teruggenomen. Dus wat dat betreft hebben we gewoon de schaarste weer helemaal onder controle. Er is genoeg product. De importeurs zijn weer begonnen met importeren. En er mag nu geen schaarste meer zijn. En helaas nog steeds wel tegen de koers van 15. Waarbij we hopen dat het nog weer een stuk omlaag gaat. Maar dat is nog niet gebeurd. Ook de consumentenkring heeft deze week wederom aan de bel getrokken. Voorzitter Albert Alleyne maakt zich zorgen over de wijze waarop de consumenten worden gedupeerd door onder andere de beperking om zelf producten te bezichtigen en een koopkeuze te kunnen maken. Met als gevolg dat er een extreem hoge prijs neergeteld moet worden via de deuropening bij winkels. Dat is een kwalijke zaak eigenlijk, hè? Omdat ook dus dat plastic een bijzonder gevaar kan vormen. Omdat mensen er tegenaan komen en zo kun je andere mensen besmetten. Kijk, die winkelier die staat erachter en zal misschien minder problemen hebben. Maar aan de voorzijde zou het daar regelmatig schoongemaakt moeten worden.
En dat is iets dat ik niet zie gebeuren. Dus ik vind dat dat op, moet ophouden. Men moet dat in weghalen en proberen die winkel zodanig te ordenen dat het een beetje rustig aan toe gaat. En natuurlijk gaan we de consument vragen om daar begrip voor te doen. Als die winkel 10 of 15 mensen kan hebben per keer, laten we ons daaraan houden. Weet je? Ja. Dus maar dat van die plastic dingen, dat is geen goede zaak. Ik zou ook BOG willen oproepen om een onderzoek te doen daarna. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme erkent dat de prijzen in de winkels hoog zijn. Volgens de minister worden er dagelijks gesprekken gevoerd over het prijzenbeleid.